statuut, hè? Dus we zijn aangekomen in Paradijsa, van harte welkom. Maak er een hele leuke dag van. Het mooie weer hebben we al mee. Veel succes. Tot de Wij zijn 7 jaar geleden begonnen en wij zijn onmiddellijk gestart met de uitpas. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook mensen met kansentarief kunnen deelnemen aan onze activiteiten. Dus iedereen is welkom, lid, niet lid, oud, arm, rijk, maakt niet uit. Maar vooral die kansarmen willen wij toch een extra boost geven om toch die mensen tot bij ons te krijgen. En dat is vooral te danken aan de samenwerking met de Vierde Wereldgroep, omdat zij die mensen uiteraard kennen. En ik vind het heel plezant en leuk om die mensen de kans te geven om deel te nemen aan een daguitstap met de bus toegang aan Paradijsa. En zij kunnen deelnemen aan €3. Wij krijgen daar subsidies voor en wij leggen zelf als vereniging een deeltje bij. Maar ja, het geeft ons voldoening om toch die mensen een dag plezier te gunnen wat ze anders heel moeilijk kunnen om financiële redenen. Wij geven dat ook aan. Je bent welkom met kansentarief. Maar de mensen moeten ook willen natuurlijk. En het is die drempel die ze moeten overwinnen om bij ons deel te nemen. Maar ik zie toch in de mensen die deelnemen aan onze activiteiten, ik zie wel een aantal gezichten die toch al terugkomen. Maar ik zie ook even goed nieuwe gezichten. En dat maakt mij gelukkig. In het organiseren van de activiteiten proberen wij ook de aandacht te leggen op heel duidelijk aan te geven wat de organisatie of de activiteit kost. Wat wij op die dag gaan doen, zijn daar extra kosten. Wij proberen extra kosten te vermijden, want wij weten dat voor kansarme mensen dat een extra drempel kan zijn om niet deel te nemen. Er komt toch wel wat energie bij kijken om die mensen tot bij u te krijgen, om ze te bereiken. Vooral ook uitpas met kansentarief. Er komt wel wat administratie bij kijken. Je moet kijken, hebben die mensen wel kansenstatuut? Is dat nog actief? Nadien, na de activiteit, moet je de subsidies verzamelen. Moet je dus een klein dossiertje samenstellen. Van wie heeft er deelgenomen? Wat zijn de prijzen? Moet je indienen, zodanig dat je toch uw subsidies krijgt. Ik heb Passaar leren kennen gewoonweg via een tijdschrift dat ik ontvangen heb. Daar stonden interessante uitstapjes in. En dan heb ik mij een paar keren ingeschreven voor een uitstap. Uiteindelijk ben ik nu zelfs een stap verder gegaan. Ik wil zelf officieel gaan meewerken bij het organiseren van allerlei uitstappen. Of dat dan nu een wandeling is of een daguitstap, om het even. Ik wil daar met mijn schouders ondersteken omdat dat een waardevol initiatief is. Laagdrempelige activiteiten vind ik heel belangrijk. Want niet vergeten, de mensen die uiteindelijk met budgettaire beperkingen zitten, die schrappen alles wat uitstappen zijn en dergelijke. En die worden sociaal geïsoleerd. En uiteindelijk is het de bedoeling van Passaar om door met laagdrempelige activiteiten te komen, die ook niet veel geld kosten, die mensen te verhinderen dat ze in isolement geraken en ze ook een keer een fijne dag of een fijne namiddag te bezorgen. Daarmee is het proper. Nu zijn er bijna geen drempels meer voor mij, maar die waren er wel vrij recent nog. Zoals nu heb ik een wagen, maar tot voor kort dus niet. En dan zou ik nu vandaag ook niet kunnen meegaan hebben, omdat als je met openbaar vervoer moet, bij mij thuis is er maar om 11 uur een bus. En het is veel te ver voor met de fiets of zo te komen, of te voet. Dus ja, dat is al één drempel, ook financiële. Oké, het is met de uitpas maar €3,50 of €3, maakt niet uit. Dus de inkom is betaald, maar zoals daarnet de kindjes wilden een ijsje, ik moet opletten wat ik doe. En ook, als je geen mensen kent, dan is dat ook al een drempel. Dat maakt ook dat je niet zo rap geneigd bent voor mee te gaan in grote groep. Je voelt je al anders, je voelt je al bekeken als je dan nog meegaat in groep met mensen die je niet kent.
is dat nog intenser, dat komt, is nog harder, is nog meer. Passaar zou eventueel kunnen inzetten op de kennismaking eerst. Zoals nu weet ik al een beetje wie, door samen op de bus te zitten, leert je al een beetje mensen kennen en zo. Dus als je de volgende keer meegaat, dan is dat gemakkelijker voor een babbel te doen. Dat is onze eerste activiteit, ja. We hebben dat leren kennen via de website. Mijn vrouw heeft ons ingeschreven samen met mijn twee kinderen. Want wij gebruiken een uitpas natuurlijk. We krijgen iets minder inkomen, omdat mijn vrouw niet werkt. Natuurlijk valt dat in een schijf dat veel moet laten. Nu kosten wij dat toen voor een normaal klein bedrag. Veel kleiner dan normaal, want normaal is het denk ik, 36 euro voor binnen te komen. Dus nu was het voor ons 3-4 euro per persoon, wat echt indrukwekkend weinig is. En ja, we genieten van de dag. Hè. Voor ons is dat topdagen. Hè. Moest er echt geen korting zijn, is dat voor ons niet mogelijk. Het is 33 à 36 euro, ik heb het nogal eens gezegd, voor een ticket. We zijn met 4. Dus dat is enorm veel. Als je weet dat met een bus of met een trein al 9 euro in is voor een enkele rit, is dat voor ons prachtig meegenomen dat wij via Passaar voor 3 euro kunnen zijn met ons korting gekregen.